Welkom bij Persel en Bonen. Welkom in Dito. Hey Paul, wat is er met jou aan de hand? Het lijkt wel een beetje op... Nou, ik heb denk ik een zonnesteek opgelopen gisteren daar. Dus ik had het slecht gehad. Je ziet een rode wangetje, zeg je? Een rode wangetje, maar dat is nog van de spanning, hoor. Ja, ook van de spanning. Ja, ook van de spanning. Ik moet je zeggen, ik heb echt genoten. Ik heb een Utrecht gezien wat gewoon voor elke meter aan het strijden was. Voetballend was Twente misschien iets beter dan ons. Maar uiteindelijk hebben we het met heel veel strijd hebben we het kunnen plooien. Nou ja, wat ik heel erg leuk vond, hè, want we hadden natuurlijk toch allemaal een paar wat spanning op de supporters en noem het allemaal op. En een hoop gebeurt natuurlijk. En dan krijgen we Twente thuis. Hè, dus buiten een sportieve concurrent is dat ook wel een club waar wat verleden aan zit. Ja, zeker. Maar ik vond het geweldig gaan. Ik moet je zeggen, het is een wedstrijd geweest waar eigenlijk... geen wanklanken. Nee. Ja, de VAR misschien die er 7-8 minuten over doet om een doelpunt wel of goed niet. Ja, dan krijg je wat gemor in dat stadion. Ja. Maar uiteindelijk was het een prima sfeer. Ja, vond ik ook. En ik vind, wij zitten natuurlijk naast dat uitvak. Hè, en ik heb totaal niets met Twente, maar ik had wel respect voor het publiek. Hoor. Ze zijn minuut 1 tot minuut 90 heb ik ze gehoord. Ik vond het wel leuk. Ik ook. Bunnekseid had opgeroepen om allemaal in het rood te komen. Ja. En toen hadden hun 100 van die hele rode vlaggen bij de. Dus ik moest er eigenlijk wel om lachen. Ja, ik vond het ook wel leuk. Nou, als we daarop verder gaan. Hè, ik begreep dat ze hebben gisteren voor €12. Hè, want FC Utrecht ziet de supporters als 12e man. Hè, ja. En hebben ze van die hoodies. Het weer zat eigenlijk niet helemaal mee. Maar ze hebben van die hoodies verkocht voor €12 per hoodie. Hè. Ab, ik ben nog even wezen kijken bij die verkooppunten. Nou jongen, hé, dat was druk. Ja, niet ze normaal. Vlogen over de toonbank. Ze namen 4,50 gelijk mee. Ja, en dus echt een geslaagde actie van de gezamenlijk hadden ze dat ook nog gedaan. Ja, ze hadden het met de SV gedaan. De Ultras en de 030 groep. Ja. Met z'n drieën hebben ze het gedaan. Ik begreep dat ze nog iets geld tekort komen. Maar ik neem aan dat de FC Utrecht dat stukje voor de jongens erop Het is op zich al heel erg leuk dat ze gezamenlijk zo'n actie doen. Ja, ja. En dat het dan ook een succes is. Dus je ziet dat aan alle kanten dat het toch wel leeft. Nou ja, weet je, ik vind het sowieso leuk dat ze proberen de boel wat bij elkaar te krijgen. De SV, de 030 en die Ultras. Ja. Het kruipt dat naar elkaar toe en dat is sowieso, denk ik, goed voor de club en goed voor de supporters. Goede band met elkaar, kan nooit kwaad voor de club. Ja, vind ik ook. Nou, we gaan maar naar de wedstrijd, hè, want daar zitten we natuurlijk eigenlijk voor. Hè. Die Lammers, hè? Moeten we het daar nog even over hebben? Je kan gewoon zien dat het een hele goede voetballer is, Ab. En het is nog steeds jammer dat hij niet bij ons loopt. Aan de andere kant, het is een gepasseerd station, zoals je dat noemt. Ja. Maar het is wel nog steeds een goede voetballer. En je zag ook hoe hij die bal weer inschoot. Ja, dat was gewoon knap. Want ik begreep... jij bent de voetbalman, hè? Ik begreep dat Van der Hoorn werd gedwongen doordat Bozekamp zijn man liet lopen. Hè? Ja. En dat Van der Hoorn werd gedwongen om te kiezen tussen Vlap en Lammers. Ja, en dan sta je er net tussen en dan ben je te laat natuurlijk. Ja, maar dat was ook het enige balletje van Van der Hoorn dat hij een keuze moest maken. Want voor de rest was dat wel een van de uitblinkers. Ja. Speelde een fantastische wedstrijd. Vond ik Hoorn, Viergeven, Karouani. Ja. Dat waren voor mij wel de drie mensen... die gisteren met kopperschouwers bovenaan zat. Vinden wij een hele goede speler, onze rechtsback. Hè? Ik vind dat maar die had een lastenpotje gisteren. Nou ja, die Van Bergen, dat is gewoon een van de snelste spelers in de Eredivisie. Ja, die zat op die had altijd bij Heerenveen heeft hij ook gespeeld. Ja, die maakte het hem wel heel moeilijk. En hij kwam ook iedere keer naar binnen en naar buiten. Ja, en als hij eenmaal die bal aan de buitenkant hebt, dan is het niet te houden. Nee, ik vond het ook een goede speler. Wat heel erg leuk was natuurlijk dat we, want ik toen hun 1-0 maakte, zeg ik je toch wel heel eerlijk, dat ik hem toch wel een beetje kneep. Dan denk ik bij mezelf, het zal toch niet zo'n wedstrijd. Maar eigenlijk binnen 3 minuten stond we alweer op gelijke hoogte. Het was niet zo dat ik op de tribune zat van, Jezus Mina, nou hebben we de wedstrijd verloren. Nee. Want je merkt dan alles, hè. En zeker ook Torenstra weer, hè? Die zeuden op alle ballen doorlopen. Wat we in het begin een beetje verkeerd deden, was die bal alleen maar lange ballen. Aan de andere kant, door de hele mooie lange bal van Van der Hoorn op Karouani, goede voorzet, kop, Torenstra, fantastisch, de 1-1 in. Ja. Dus ook lange ballen hebben wel nut. Ja. Nou, en dan krijgen we dus de 2-1, of de 2-1 niet, hè, want dat duurde wel heel erg lang. Man, schei uit. Ik moest even poepen, dus ik ben een beetje poepen en daarna was het nog niet besloten of dat de 2-1 werd goedgekeurd. Maar ja, weet je, ik hoorde achteraf dat Hilgen nog steeds twijfelt. Niet van overtuigd is
Of dat het nou wel of geen hands was. Want ik dacht dat het over buitenspel ging, maar het ging over hands. Over een bal aan de achterkant van zijn elleboog was die zwak. Ja. Ja. Weet je, de bal zou best wel een curve gekregen hebben daardoor. Ja, de bal ging naar beneden, begreep ik. Hè? Ja, en Oelestal die zat er even naast. Ja. Ja, hij kreeg de bal niet klem. Ja, en daar profiteerde Bozekan van. Ja. Nou, ik vind het een prachtige beslissing. Ja, want uiteindelijk bracht ons dat wel de overwinning. Ja. En het schaaltje. Ja, je hebt het schouder. Ik begreep, voor het eerst in de historie van een bergsport hebben we allemaal na 4 wedstrijden al een schaaltje. Ja, dat is toch alle 4. Is uniek, hè? Ja, die René die heeft toch wel mensen met verstand binnen gehad. Ja, als hij dat maar eens een keertje ziet. Ik bedoel, het is gewoon kwaliteit. Gaan afwachten of hoe hij dan vrijdag gaat reageren. Al eens een keertje. Ik heb er nooit een drankje van hem gehad, jij? Nee, dat niet. Maar meestal zitten we hier en dan krijgen we van jou een drankje. Ja, dus. Nee, zou niet. Maar goed. Opvallend ook was in de opstelling natuurlijk, we gingen met Bozekan starten en niet met Iqbal. Hè. Dat had je eigenlijk wel een beetje verwacht, hè. Ja. Dat Iqbal eigenlijk nou wel het mannetje van de rekening zou kunnen worden. En wat ik ook met de spits zitten met de twijfel, hè. Is het nou Min, is het Descott of is het Ohio? En waar begonnen we nu met Ohio? Ja, ik moet je zeggen, die jongen die is gewoon balvast. Ja. En je ziet dat hij nog niet helemaal fit is. Als die jongen 100% fit is, gaan wij daar een hele goede spits in krijgen. Ja, ik denk het ook. Jongens, 21 jaar, die, ja. Moet, hè, die moet gebracht worden, zoals ze dat zeggen. En ik verwacht daar toch wel hele mooie wedstrijden van. Ja, ik ook. En wat me ook opviel trouwens daarin, in hetzelfde verhaal, is dat toen we de spits gingen wisselen, dat Min dus een plekje gezakt is. Want hij bracht dus Descott in. Nee, maar ik denk dat met Descott dat hij wat snelheid in de voorhoede wilde brengen. Kijk, de shot is natuurlijk wat explosiever als dat Min is. Min is, die moet je aanspelen. Dan laat hij de bal vallen en dan sluit hij bij het strafschopgebied. De shot is natuurlijk veel bewegelijker. En dat deed hij, dat zag je. Hij maakte het die Mees Hilgers erg moeilijk. Ja. Want die vond dat niet prettig, hoor, nee, dat hij de shot op hem kan staan. En natuurlijk onze jongen van Almere, die Fransman, Ketelin. Ja, Ketelin. Ja. Die snelle jongen. Snelle jongen. Ja, weet je, als je de hele selectie zo bekijkt, hè, hebben we eigenlijk een evenwichtig selectiebeleid dit jaar. En zoals we nu het geluk ook een beetje mee hebben wat we vorig jaar tegen hadden, staan we toch op 10 punten. Dat kan op het eind natuurlijk wel eens doorslaggevend gaan zijn. Punten pakken ze niet meer af. Nee, daarom. Dus, en ik verwacht dat we, als we voetballend ook van achteruit nog iets sneller gaan inspelen op de middenvelders, waardoor we sneller kunnen door, want dat deed Twente wel goed, die sluiten gelijk bij. Ja. Die spelen die bal in en ze lopen gelijk door tot aan de middenlijn. En dat moeten we bij ons er ook ingeslepen krijgen. En ik hoorde dat Jans daar veel op traint. Dus het kan alleen maar leuker worden. Maar kijk, wat ik ook natuurlijk... ik denk altijd dat je de competitie wint door de wissels. Hè, de bank maakt de sterkte van je elftal. Nou ja, wij kunnen Min inbrengen. Ja. We kunnen de shot inbrengen, Ketting. En Twente kon eigenlijk alleen maar Rolleswinkel inbrengen. Ja. Dus als je kijkt naar de totale selectie... Ik denk misschien dat de eerste elf van Twente wat sterker zullen zijn. Maar ik denk dat onze selectie sterker is. En over het geheel wel. Denk ik ook. Want je zag ook toen de wedstrijd vorderde dat Utrecht steeds meer grip erop ging krijgen. Ja, vond ik ook. Twente het even niet meer echt wist. Wat ze nou uiteindelijk, hoe moeten we Utrecht nou verder gaan bespelen. Ja, dat hebben ze gewoon goed gedaan, zeg maar. En ja, natuurlijk die ontlading nadat het echt 2-1 was gebleven. Ja. Ja, dat is fantastisch om te zien hoe iedereen uit zijn dak gaat. Natuurlijk. En ik moet ook zeggen, ook voor FC Utrecht wil ik ook wel een pluim geven. Want ook hun zullen een hoop spanning hebben gehad op de wedstrijd. Ja, natuurlijk. Dat het net hing bij Twente, daar hebben we het nog over gehad. Ja. Dat hing er nu. Hè, dus ook voor Utrecht is het natuurlijk goed dat het zo mooi gelopen is allemaal. Zeer zeker. Het gaat goed met het elftal. Ja, vind ik ook. Lekker geen ongeregeldheden of dingen noemenswaardig. Nee. Nee, dus de club die zit in de lift en daar moeten we van profiteren. Dan komt dat stadion alleen maar voller te zitten. En vandaag hebben we de laatste dag van de transferperiode. Gaan we Messi nog halen, Ronaldo? Wij blijven zo zoals het nu is, heb Jordi gezegd. Er komt niemand meer bij. Vroeger hadden we nog wel eens buitenkansjes en dat soort dingen. We hoeven niet op te rekenen. Selectie is rond. Gaat niemand weg. En ik hoorde gisteren René over Bozekan, dat er interesse was uit Turkije, maar dat is allemaal... Bozekan blijft ook gewoon. Hij heeft het naar zijn zin hier in Utrecht en hij maakt het seizoen in ieder geval hier af. Oké. Okay. Wat me trouwens wel opviel, eventjes over de begeleiding van FC Utrecht.
volgens mij, Marcel Mulder is een beetje passé, geloof ik. Hè? Nou, niet passé, maar die was verleden week niet bij de uitwedstrijden is die meer aanwezig. Dat zou jammer zijn. En dat is eigenlijk wel een raar gezicht. Ja, vind ik ook. Ik moet zeggen, het was altijd een vast ritueel. Hij staat naast die dugout. Al die jongens die dan eraan komen, even een hukkie. En jongens, kom op, we moeten er tegenaan. Dus ik keek ervan op dat hij er niet bij was, inderdaad. Ja, maar gisteren was hij er wel? Ja, als thuiswedstrijd is hij er zeer zeker. En hij doet ook zijn functies en alles nog wel gewoon. Okay. Okay. Alleen volgens mij is Roderick bij de uitwedstrijden thuis en uit. Ja. Onze hockeyer. Onze hockeyer. Oh, oké. Okay. Nou, dit weekend hebben we dan de afscheidswedstrijd van Mark van der Marel. Hè. Ik zag heel wat corriveeën voorbij komen. Hè. Ruud Boijmans komt. Wie niet? Jan Wouters is er op de bank. En Erik Ter Haag. Erik Ter Haag komt ook. Hè. Ja, die zal niet zo blij zijn. Ricky Kruis, hè, samen. Ja, die heb gisteren... 0-3 kansloos. Boe. Ja, dus. Maar ja, weet je, zo'n wedstrijd is natuurlijk een reunie. Al die oudspelers. Het is natuurlijk wel mooi om al die jongens weer bij elkaar te zien. Ja, vind ik ook. En ik begreep de seizoenskaarten. Dus al die seizoenskaartwensen. Kom naar het afscheid van Van der Marel toe. Dat verdient die jongen. De seizoenskaarten zijn allemaal gratis. Die kunnen gratis naar binnen. En dat was eigenlijk bij de business was het even in het begin een miscommunicatie. Ja. Uiteindelijk zijn wij ook van harte welkom natuurlijk bij de wedstrijd. En jullie kunnen ook gratis heen. Wij kunnen daar gratis heen als je dat wil. Ja. En ik hoop dat daar veel mensen gebruik van gaan maken. Ja, oké, dat hoop ik ook. Want dat verdient Mark 100%. Ja, zeer zeker. Nou, hebben we voor de rest nog wat te lullen? Nee, het is eindelijk rustig rondom de club. Er zijn geen gekke dingen. We staan er eigenlijk heel mooi voor op en we gaan rustig toewerken naar onze vrienden in Amsterdam. Ja, dat vergeet ik nog wel. Ik sprak de jongens die sfeeracties doen en zo, en de vaste kern zal ik maar zeggen. En die gaan waarschijnlijk de wedstrijd boycotten. Omdat, dat er is weer iets heel raars. Je moet als je naar een uitwedstrijd gaat en je wil een spandoek meenemen, dan moet je een certificaat hebben. Ja. En dat certificaat gaat natuurlijk... Punt 1 natuurlijk, of er geen beledigende teksten op staan, dat is logisch. Ja. En punt 2 natuurlijk, brandveiliging, noem het allemaal op. En dan hebben ze één certificaat voor, laat liegen, 10 spandoeken. Maar nu eist FC Utrecht, of Ajax eist in één keer dat voor ieder spandoek apart een certificaat moet zijn. En dat krijgen die jongens niet voor elkaar, want die tijd is daar te kort voor. Weet je, het blijft toch Amsterdam. Ja, en dus die jongens die willen niet gaan, dus ik hoop dat FC Utrecht... Thijs, als je luistert naar ons, en ik denk het wel, probeer jij daarin te bemiddelen. Want het zou zo zonde zijn als die jongens die eigenlijk altijd achter jullie staan, niet naar Ajax gaan. Alleen maar voor zo'n, sorry dat ik het woord gebruik, voor zo'n kutcertificaat. Ja, nou ja, weet je, en Utrecht is altijd blij met hun supporters. En zeker als je naar Amsterdam toe moet. Ja. Het zou natuurlijk heel sneu zijn als daar niemand in het uitvak zou zitten. Nee, het gaat om die groep. Maar dan blijven er ook altijd weer anderen weg op. En dat is een wisselwerking die je gaat krijgen. En dat moet nu gewoon, wees welkom, hang zo'n spandoek neer. Ja, je doet er niemand kwaad mee. Nee. En het hoort er nou eenmaal bij. Dus ik vind ook dat ze daar zeker een bemiddelaar... naartoe moeten sturen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, we hebben geen score, hè, want we hebben de wedstrijd van Mark van der Marel. Maar ja, in welk team die zit, weet ik ook niet. Nee. Dus we kunnen wel doen, zal die gaan scoren? Mark? Nee, die gaan niet scoren. Ah, ik denk dat ze wel een penalty hebben. Ja, ze een penalty. Ja, maar hij is er voor rust altijd nog over. Ja. Nou ja, als het maar een leuke dag wordt, Ab. Ik hoop het ook. Dan gaan we lekker rustig aan na 15 september werken. Ja. En dan in Amsterdam. En dan doen we wel weer een voorspelling.